De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. Factor 5 is een eiwit en onderdeel van de stollingskaskade, het proces dat bloedstolsels creëert en oplost. Het eiwit circuleert in een inactieve vorm in de bloedbaan totdat het stollingssysteem wordt geactiveerd door een verwonding die de bloedvaten beschadigt. Als reactie op een beschadiging wordt factor 5 geactiveerd. Na activatie van factor 5 reageert deze factor 5 met factor 10, waardoor deze wordt geactiveerd. De actieve vormen van deze twee stollingsfactoren vormen een verbinding die het belangrijke stollingseiwit prothrombine, ook bekend als factor 2, omzet in de actieve vorm thrombine. Door activatie van factor 2 kunnen nog enkele omzettingen plaatsvinden, wat resulteert in de vorming van bloedstolsels. De schade aan het bloedvat kan zo worden hersteld. Maar hoe stopt deze vorming van bloedstolsels? Deze stollingsfactor 5 is een zeer slimme stollingsfactor, omdat hij weet dat te veel factor 5 niet goed is voor het lichaam. Er zouden immers te veel bloedstolsels kunnen ontstaan. Daarom heeft het een ingebouwde uitschakelfunctie. Door samen te werken met geactiveerd proteïne C, ofwel APC, inactiveert het zichzelf doordat het APC het op specifieke plekken in stukken knipt. Deze inactivatie vertraagt het stollingsproces en voorkomt dat stolsels te groot worden. De zeldzame variant van factor 5 Leiden beïnvloedt dit deel van het proces. Het mechanisme dat ervoor zorgt dat de vorming van bloedstolsels wordt uitgeschakeld, is aanzienlijk minder effectief, waardoor de stollingsfactoren allemaal actief blijven. De vorming van bloedstolsels blijft doorgaan, waardoor het risico op het ontwikkelen van een abnormaal bloedstolsel toeneemt. De factor 5 Leiden-mutatie is een verandering in het DNA, waarbij het aminozuur dat op een van deze drie kniplocaties zit verandert. Geactiveerd proteïne C kan deze gemuteerde versie van factor 5 niet efficiënt splitsen. Daarom wordt factor 5 Leiden beschouwd als resistent tegen geactiveerd proteïne C. Stollingsfactoren blijven actief, wat de vorming van een bloedstolsel blijft bevorderen, waardoor het risico op het ontwikkelen van een abnormaal stolsel toeneemt. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.